Het Petronella ziekenhuis Wageningen wordt niet opgedoekt. Dat benadrukt minister Amara Madin van het ministerie van Volksgezondheid. De bewindsman is pas terug van een regulier werkbezoek aan het Westen en brengt hiermee een einde aan de geruchten als zal het ziekenhuis worden opgedoekt. Ramadin zegt dat er wel gesprekken zijn gevoerd over het optimaliseren van de zorg en het verbeteren van de efficiëntie. De minister brengt in herinnering dat de RGD samen met apotheek al voorziet in de eerste lijnzorg, terwijl het MMC samen met de spoedeisende hulp voorziet in de tijdelijke lijnzorg. De wereld staat vandaag stil bij de Internationale Dag van het Meisje. De Internationale Dag van het Meisje is bedoeld om het bewustzijn te verhogen voor de problemen waarmee meisjes wereldwijd worden geconfronteerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het belangrijk dat er acties ondernomen worden om ook meisjes te laten genieten van hun mensenrechten. Dit begint door naleving, bescherming en respecteren van rechten voor meisjes. Het vertrouwen hebben in de leiderschap van meisjes als gelijke partners, ruimte bieden om meisjes aan te horen, meisjes te laten participeren en hun mening te respecteren. Het ministerie van Onderwijs zegt dat de oorzaak van de tekorten aan schoolmeubilair veelal ligt bij diefstal. De maatregelen die getroffen zijn om diefstal van meubilair te voorkomen zijn nog niet in het voordeel van het departement. Bepaalde scholen, zoals de AT Kalos School, hebben lokalen die helemaal leeg zijn. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om te helpen een oogje in het zeil te houden. Het ministerie werkt met man en macht om de scholen te voorzien van meubilair.